Ik ga met jullie hebben over Waardevol 2012 en ik ga in vogelvlucht met jullie de fundering blootleggen zoals uit het onderzoek naar voren is gekomen. We weten allemaal dat het BPGO de basis is van ons onderwijs en eigenlijk de grondslag is van alle onderwijsniveaus. Het heeft als doel de persoonlijke ontplooiing in functie naar samenleving en diversiteit in harmonie te ontwikkelen en dient dan ook als referentiekader dat de leerlingen begeleidt in hun persoonlijke ontplooiing en in hun ontwikkeling naar samenleving in diversiteit en harmonie. Dit betekent dat leerlingen moeten leren bewust en kritisch na te denken over hun handelen en op grond daarvan verantwoorde keuzes kunnen maken zodanig dat ze naar de toekomst zelfredzaam in het leven staan. Ons werd gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar zowel de onderwijsverstrekkers als aan de onderwijsgenieters om inzicht te krijgen in wat precies de kernwaarden daartoe zijn. En we zijn daar niet over één nacht ijs gegaan, want tenslotte, digging for gold cannot be done at the surface. Dat betekent dat we niet zomaar in rechtstreeks recht toe recht aan bevraging zijn gegaan, maar echt diepgaande gesprekken hebben uitgevoerd naar de diepere betekenis die die dingen voor de mensen hebben, alle betrokken partijen. En we hebben daarbij een dubbele benadering aangehouden, die eigenlijk samen te vatten is in een zin van diep inzicht tot breed perspectief. We zijn dus gestart met een kwalitatief diagnostische fase, waarin we met 27 mensen telkens anderhalf uur tot twee uur, maar meer vaker twee uur dan anderhalf uur, gaan praten zijn over wat voor hen het onderwijs betekent en ook de kernwaarden zoals ze door het PPGO zijn gedefinieerd worden ingevuld. De deelnemers waren gespreid over de verschillende onderwijsinrichtingen en zowel onderwijsverstrekkers als gebruikers. Maar natuurlijk moet je vervolgens in een tweede fase gaan kijken wat dan het brede draagvlak is van alle inzichten die je in de eerste fase hebt verworven. En dat hebben we gedaan door een psychometrische fase, waar we op zoek zijn gegaan naar de herkenning en de invulling van de inzichten die we in de eerste fase hebben gezien, of dat die al dan niet gedragen worden door een breed publiek. De deelnemers waren hier alle onderwijsverstrekkers en gebruikers die wensten deel te nemen aan het onderzoek. Wat hebben we daaruit geleerd? In eerste instantie hebben we geleerd dat er twee pijlers zijn op basis van de welke mensen kijken naar het onderwijs. We hebben in eerste instantie een basispijler van onderricht en opvoeding, waarbij onderricht staat als de school als lerende organisatie en vervolgens ook opvoeding, de school als verlengstuk van de ouders. Nu, dit wordt door alle betrokken partijen eigenlijk als een evidentie beschouwd. Het Olympisch minimum, zou je kunnen zeggen. Je bent de naam school niet waardig als je dat niet waarmaakt. Daarom is de tweede pijler, van, hebben we dan ook de meerwaardepijler genoemd. En daar gaat het over het bieden van maximale ontplooiingsmogelijkheden, zowel als individu als sociaal wezen. En zonder de basispijler daarvan te willen onderschatten, want die moet er gewoon zijn, is het toch wel de meerwaardepijler die echte meerwaarde geeft aan het onderwijs en waardoor de ene school zich duidelijk van het andere kan onderscheiden of het ene net zich duidelijk van het andere kan onderscheiden. Het zijn de meerwaardepijler die meerwaarde geeft en het PPGO-woordenboek heeft hierin een centrale rol te spelen. Want als we verder gaan kijken, dan zien we ook dat als we naar de verwachtingspatronen kijken, en kijk dan vooral naar de roos gekleurde vakjes, dus je ziet dat waarden zoals die vallen onder sociale vaardigheden en individuele ontplooiing bijzonder hoog scoren. Hier mag je niet negatief uit concluderen dat de anderen niet belangrijk zijn, maar ze zijn een evidentie en dus per definitie noodzakelijk. Wel kunnen we concluderen dat het waardewoordenboek dus een zeer relevant instrument is om naar de toekomst verder mee te werken. In het onderzoek hebben we de deelnemers ook gevraagd om uit een set van 25 waarden die door het PPGO vooraf gedefinieerd waren, aan te geven welke go-waarden ze het belangrijkste vinden. En dan zien we als 5 topkernwaarden naar voren komen: respectvol, samenwerken, een open geest, verdraagzaam en leerplezier. Dus deze komen over alle targetgroups, over alle doelpublieken naar voren als de waarden. Maar daarnaast zie je ook nog wel dat er naar gelang de target die we voor ogen hadden, relatief gezien toch nog andere accenten werden gelegd. Bijvoorbeeld door de leerlingen vinden sociaal zijn, zelfstandig, creatief en ambitie relatief gezien belangrijker dan dat de leerkrachten en de directieleden dat doen. Ouders vinden dan weer dat het leerplezier en het kweken van zelfvertrouwen voor hun kinderen relatief belangrijker is, zonder die 5 kernwaarden daardoor naar de achtergrond te verschuiven. In de basisschool en het buitengewoon onderwijs is de waarde iedereen is VIP relatief belangrijker. En dan hebben we nog de cursisten in het volwassen onderwijs. Die zijn meer gericht op leergierigheid, democratie, creativiteit, ondernemerschap en ambitie.
Wel, dat zijn dan de kernwaarden, maar hoe zat het dan met die 25 anderen? Daarvan hebben we een waardekaart gemaakt. En dat betekent dat we net zoals een landkaart en de vier windstreken, dat we daarin de verschillende waarden hebben gepositioneerd om ons zo te kunnen oriënteren in die wereld. Dus hier ziet u al de plotting van de verschillende waarden en de vier windstreken krijgt u er hier gratis bovenop. Dus bovenaan zijn de waarden die refereren naar openheid. Onderaan zien we waarden die refereren naar engagement. Rechts vinden we waarden die refereren naar sociale ontplooiing. En links vinden we dan de waarden die refereren naar de individuele ontplooiing. Maar we kunnen nog een stap verder gaan, want tenslotte gaat het hier dan nog om 25 losse woorden. Maar op basis van de onderlinge afstanden enerzijds en ook interpretatie vanuit de kwalitatieve anderzijds, kunnen we ook de betekenisvelden gedefinieerd worden die bepaalde waarden groeperen. Nu, voor de detail daarvan kunt u later terecht in het boek dat u ter beschikking wordt gesteld. Maar dan zijn we naar de mindmap van de Go-waarden gegaan. Want alle onze inzichten uit het onderzoek konden we tenslotte bundelen in een mindmap. Een mindmap die weergeeft hoe dat de waarden zich onderling verhouden in de geest van alle betrokken partijen. Ze laten dus het relatieve belang en de onderlinge samenwerking van de Go-waarden zien. En ze worden op die manier ook echt een kompas om te navigeren door het waardenwoordenboek. Nu, hoe moet je het interpreteren? De school is natuurlijk het centrum van het hele gebeuren. De waarden die er in de groene kadertjes rondstaan, dat zijn de belangrijkste waarden. En de grootte van de lettertype bepaalt dan ook nog het relatieve meerbelang dat eraan gehecht wordt. De kleinere kadertjes aan de rand zijn dan niet onbelangrijk, maar relatief gezien minder in de kern. En de beleiding tussen de verschillende waarden geeft dan ook de relatie en de verbondenheid van de waarden mee, of dat ze elkaar al dan niet versterken. Vervolgens zijn we ook in het onderzoek verder gaan werken aan de operationalisering van elk van deze kernwaarden. Want kernwaarden zijn voor een stuk abstracte begrippen. We zijn dus gaan kijken wat hieronder wordt verstaan door de participanten, zowel onderwijsgenieters als verdelers. En ook hoe dit verder dan kan omgezet worden in het concreet gedrag voor het Go-personeel, leerlingen en ouders. En het resultaat daarvan vindt u later terug in het PPGO-waardenboek. Tot slot wil ik dan nog één Chinees spreekwoord vertellen. Leg het me uit en ik zal vergeten. Toon het mij en ik zal me herinneren. Maar betrek er mij bij en ik zal het begrijpen. Dat is wat we proberen te doen hebben met de leerlingen, de leerkrachten en alle onderwijsbetrokkenen om dit naar de toekomst zo goed mogelijk verder te kunnen uitbouwen.